Ik ben al een uurtje bezig met de promotie hier van de TikTok Meet and Greet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we woensdag. Vandaag heb ik deze broek aan. En ik ga beginnen met dit even op de kast te leggen, anders kan ik hier niet ontbijten. Ik ben al een uurtje bezig met de promotie hier van de TikTok Meet and Greet. Op 17 augustus in Ieper. Ik hoop dat jullie dit nog te zien krijgen voor dan. Er komen al een aantal mensen, waaronder ik uiteraard. Tijd voor een 10 uurtje. Ondertussen kijk ik naar een video, mijn My After School Routine. Ik vind routine sowieso echt super leuk. Hallo! Zoals je kunt zien heb ik mijn sportshirt aan. En dat betekent dat ik ga gaan sporten. En ik ga vandaag gaan lopen. Voor het eerst op de piste hier in Ieper. En met Evie Reer van... Start to run. Jammer genoeg heb ik geen enkel idee of dat er kluisjes zijn bij de piste. Dus ik ga gewoon mijn gsm, mijn bankkaart, mijn identiteitskaart en mijn oortjes meedoen. Dus geen vlogcamera, want die kan ik niet moeilijk in mijn fietszak laten zitten. Ik ga Dior White People kijken terwijl ik een gezond hamburger eet met light smeerkaas, light kaas, tomaatjes en ei. Je hebt dit stuk gemaakt, de ballon verder gemaakt, hier heel een stuk bij gedaan. Dit is ook zo goed als af, het zwembad is zo goed als af, de mat is zo goed als af, dit is zo goed als af. De vlag, dit moet wel nog naar daar. Tada! Hey, ik wou jullie nog even laten zien. Mijn kalender. Ik heb namelijk al een paar dagen geen briefjes meer getrokken. Ik was trouwens ook een klein beetje aan het opruimen, maar ik ben het alweer op. Oei. Ach, ja. Dat is dus leuk. De leuke heb ik trouwens voor mijn bullet journal. Ja, mijn stijl deze. Oh, die kan wel leuk zijn. Deze ook. Deze ook. Mieren. Leuke quote. Niet zo leuk. Wel tof, maar insecten. Niet mesten. Yes. Dit is leuk. Welke dag zijn we trouwens vandaag? 7 augustus. Oké. Okay. Nope. Kan wel tof zijn. Nope. Heel tof voor mijn bullet journal. En deze is van vandaag. En ik trouwens ook niet zo leuk. Ik heb trouwens net mijn hoofd gestoten tegen de hoek van een kastje. En dat is niet zo aangenaam. Net veel te lang knie gekeken. Nu ga ik gaan zwemmen. Hey, ik ben thuis van het zwemmen, wat dat betekent dat het tijd is voor een boodschappenhaul. Wat heb ik mee?
bloem. Twaalf eieren, maar het zijn eieren van onze kippen. Allee, van de kippen thuis. Met mijn ouders. Drifjes, drie takjes. En voor één keer nog een plastic zak. Normaal neem ik altijd mijn herbruikbare groente- en fruitzakjes mee, maar deze keer dus niet. Volwaardige rijst, dus bruine rijst. Van het merk Boni. Vanillesuiker van het merk Boni. Bakker en braden vloeibare boter van merk Boni. Ik vind dat gewoon veel handiger. En ik denk dat ik er daarvan minder gebruik dan gewoon boter in een potje. Majes. Drie pakjes van deze Boni Light Cheese. Een set verse kaas met fruityoghurtjes. Het is de bedoeling om deze meteen in de diepvries te gaan stoppen. Zodat ik zo van die yoghurt-ijsjes kan hebben. Twee wortelen. Bakpoeder en hest van Dr. Oetker. Altijd handig om in huis te hebben als je wilt gaan bakken. En bloemsuiker. Zo, dit was het. En nu ga ik water opzetten om mijn aardappeltjes te koken. Oei, ik zie niet net dat mijn vlogcamera... Ik hoop dat jullie dat goed hebben kunnen zien. Tijd om eten te maken. Dit zijn boontjes, vegetarische worst en champignonnetjes. En deze heb ik net nieuwe patatjes gekookt. Het zijn trouwens deze vegetarische worsten. Deze komen uit de Leclerc in Frankrijk. Ik denk dat ik geslapen ben. Denk dat ik hem morgenochtend afkreeg. Of misschien moet ik hem weglaan zodat ik morgenochtend iets productief kan doen. Sowieso ga ik nu deze vlog afsluiten aangezien dat het 20 voor 11 is. Oepsie. Even een berichtje van de volgende ochtend. Ik heb net de puzzel afgemaakt. Yay. Dat is een superleuke puzzel trouwens.